In deze video laten we je zien hoe je de iconen in je navigatiebalk aan kunt passen. Hierdoor geef je jouw telefoon een heel eigen look en feel. Om de iconen in de navigatiebalk aan te passen heb je de Samsung Good Lock app nodig. Deze app kun je downloaden in de Galaxy Store. Open de Good Lock app. Druk onderin het menu op Make-up. Scroll naar beneden naar Navstar. Druk op het download-icoon rechts van Navstar. Druk op Installeren. Wanneer de module is geïnstalleerd, kun je deze vanuit je Samsung Good Lock app openen. Open de Good Lock app. Druk onderin het menu op Make-up. Open de Navstar module. Druk op Start. Druk op Toestaan. Zet de Navstar module aan. Je kunt nu een van de standaard opties kiezen of je eigen navigatiebalk samenstellen. Druk op New Configuration. Hier kan je de iconen aanpassen van de Recents, Home of Backknop. In dit voorbeeld kiezen we voor de Backknop. Druk op de Backknop. Kies een icoon dat je wilt gebruiken als Backknop. Druk bovenin op Save. Nu weet je hoe je de iconen op je navigatiebalk aan kunt passen met de Samsung Good Lock app. Meer tips over het gebruik van Samsung? Abonneer je nu op Samsung & You en bekijk wekelijks nieuwe video's.